Ja, dan schakelen we weer live over naar onze verslaggever Koos van Plateringen, die ondertussen Irene Mors en Nicolette van Dam naast zich heeft staan. En Gerard, kijk eens aan. Zo, die wint. Koos, hoe lang hebben de dames naar de perfecte jurk gezocht? Gewoon laten gaan. Ik kan je slecht verstaan, Jimmy, maar dat maakt helemaal niet uit, want ik sta hier naast een aantal zeer goed geklede mensen. Nicolette van Dam genomineerd voor de Style Award en die wil je vast heel graag winnen. Ja, dat zou toch wel te gek zijn, hè? Wie is er verantwoordelijk voor jouw stijl? Doe je dat zelf of heb jij stylisten die 10 jurken voor je koopt waarvan je er één mag uitzoeken? Nou, voor mijn programma's heb ik wel een hele goede styliste, Patty Zomer, en zelf zoals nu, ja, dat heb ik het toch zelf gedaan. Maar wat is dit? Oh, sorry. Mag ik staan? Irene Moors, u had er al gezien natuurlijk, genomineerd voor de CoverGirl Award. Ja, Style Award is wel eigenlijk mooier, maar goed, waar is dit van? Dit is van Compagnia Italiana. Oh ja, het is echt beeld. Ik ben eigenlijk meer benieuwd waar dit van is, Gerard. Waar haal je dat vandaan? Uit de catacombe van Sesamstraat? Ik heb geen idee, dat had ik nog in de kast. Ik durfde het nooit aan. Ik had al zoiets, het is too much, ik vond het een beetje op een gorilla gaan lijken. En dan was ik vanavond toch wel in het zwart-zilver. Ik denk, stem een beetje af op mijn goede vriendin Irene. En ik op hem. Ik denk, nou, nu trek ik werkelijk alles uit de kast. Dus ik heb de zwarte fazant er zelf nog geschoten vorige week. En wat denk je ervan? Weet je wat je even moet laten zien, Irene, Gerard? Één ding, die hielen, daar zitten oogglitters in. De cameraman daarbij, helemaal doorgewerkt. Maar ja, zo is Gerard, tot in detail. Irene, de CoverGirl Awards, wil je graag winnen? Tuurlijk. Het is geen televisie. Nee, maar ik wil hem wel winnen. Want ja, het is met die tv-prijzen weer misgegaan dit jaar. En ik vind een nominatie hiervoor al heel prettig, eigenlijk toch wel. Ja, want hoeveelste was jij in de top 10 van tv-vrouwen? Nou, ik heb gehoord vierde. Dus ja, jij was ook vierde, Gerard. Ja, dat is toch niet te geloven. Maar ja, mijn hele leven, mijn hele carrière bestaat uit één grote nominatie. Die hele bijna, dat is niet. Niet Nicolette, ik vraag nog even aan jou. De Beaumonde Award is eigenlijk meer het feestje dan de prijsuitreiking, hè? Nou, om heel eerlijk te zijn wel. Ik bedoel, straks gaan wij naar binnen. We hebben even zeg maar het officiële gedeelte en dan gaan we allemaal dansen, zitten lekker drinken, gezelligheid. Nee, ja, echt wel, toch? Natuurlijk is een fles champagne open, want ik krijg helemaal een soort van... Maar dit is echt het verkleedfeest van het jaar. Dan mag je alle glitters die je kast aandoen. Ja, het is te veel. We weten dat zelf ook wel. Maar we zijn uit. Ik wens jullie een hele fijne avond. Jullie zien er fantastisch uit en genieten van. Dankjewel. Proost voor straks. Ja, zij zijn zeker niet de enige hoor die hier naar binnen zijn gegaan bij het Amstel Hotel. Ik zei het net al, het is dringend geblazen op de rode loper. We hebben de eerste reacties op een rijtje gezet. Lieke, je hebt je kroon vast opgezet. Je dacht, ik ga hem gewoon winnen. Nou, ik voel me nog een beetje in winning mood van televisie gala. Dus ik dacht, die kroon die kan al op. En het is natuurlijk koninklijk vanavond, of prinsessen. Dus ik dacht, ja, dan doe ik en mijn diamanten ring om en mijn kroon. Ja, Beaumonde Awards is natuurlijk het meest hysterische feest van het jaar. Eigenlijk is het alleen voor vrouwen en homo's. Mannen komen alleen om lekkere wijven te kijken en om met hun vrouw mee te gaan, zeg maar. Maar het is altijd leuk. Het is een losse sfeer. Je kan alles gewoon doen en zeggen. En er zijn altijd wel smeuïge verhalen. Nou, weet dat jullie er vaak een hele middag van maken, hè? Zo'n middag voorafgaand aan de Beaumonde Awards. Was dat dit jaar ook weer het geval, Estelle? Nee, was als laatste. 3 minuten geduurd. Echt waar? Ja. Kind van de rekening, ja, sorry. Ja, maar ze hebben niet zoveel nodig. Nee. Ja, dat heb je zo'n jong mens zo mooi. Je kan het ook als compliment opvatten. Ja, eerlijk is eerlijk. Dat is niet elke keer gebeurd, hè? Nee. Ja, vanavond in onze late editie natuurlijk nog veel meer Beaumonde Awards. Dan staan hier ook de winnaressen. Hoe vrolijk zijn en hoe blij zijn zij met deze prijzen. Ik zei het al, shownieuws zitten zoals elk jaar bovenop, ook dit jaar weer. Tot vanavond. Dankjewel, Koos.